Ja, de twee hartvriendinnen werden vermist sinds dinsdag. Die ochtend gingen ze nog gewoon naar school, de Roncalli-scholengemeenschap in Bergen-op-Zoom. Tijdens de pauze gaven ze hun telefoons aan een vriendin. In de middag vlogen ze vanaf Eindhoven Airport naar het Spaanse Malaga. Woensdagochtend pinden ze daar nog geld. Daarna liep het spoor dood. Tot ze gisteren belden met een vriendin. De Nederlandse en de Spaanse politie zochten naar de meiden. Onder meer via social media werden oproepen verspreid. Ook de vaders van Femke en Sam waren de afgelopen dagen in Spanje om mee te helpen zoeken naar hun dochters.